First Lady Ingrid Boutersen heeft in verband met de herdenking van de Dag van de Vrouw gisteren 200 Koloniaanse vrouwen verrast met een voedselpakket. De overhandiging van de pakketten vond plaats in het multifunctioneel centrum van Koroni. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut. De First Lady drukte de vrouwen op het hart om één vuist te maken, waardoor het makkelijker wordt om hun doelen te bereiken. Verder deed de presidentsvrouwen een dringend beroep op alle Surinaamse vrouwen om elkaar te blijven ondersteunen en niet in de steek te laten. Districtscommissaris Remy Tarnadi was heel blij dat de First Lady de Koroniaanse vrouwen in de bloemetjes had gezet. De burgervader gaf de aanwezigen verder mee dat de agrarische sector binnenkort een boost krijgt.